De Koen en Sander Show, woensdag 26 november 2014. En ze zien er lief en schattig uit. Het lijken wel levende knuffelbeesten, maar niets is minder waar. Zeehonden zijn roofdieren, zijn jagers, zijn bijna monsters. Ja. Is the killer seal can fly? Nee, wat is nou het geval? Honderden bruinvissen, dat zijn toch op zich wel aardig grote vissen. Ja. Die worden echt letterlijk aan stukken en beetjes gereten door zeehonden langs de kust van Nederland. En ja, wij mensen, stel dat jij er even lekker gaat kiten binnenkort, wij kunnen wel eens de volgende zijn. Zeebioloog Martik Leopold die deed onderzoek naar de bloeddorstigheid van die zeehonden langs onze kust. Dag Martik, goedemiddag. Hallo. Hallo. Dit is toch wel nieuws, toch? Dat zeehonden, kijk, dat ze agressief konden zijn, wisten we geloof ik al, maar dat ze echt de bruinvissen aanvallen, dat wisten we nog niet. Nee, dat is nieuw. En ze doen het niet af en toe, maar ze doen het heel regelmatig. Dus ze hebben echt bruinvis op het menu tegenwoordig. Ja. Is dat iets van de laatste jaren of was het eigenlijk altijd zo, maar komen we daar nu pas achter? Nee, dat is niet iets van heel lang. 2006 is dit zo'n beetje begonnen en daarvoor is het eigenlijk nooit gezien. Ja. Maar moeten wij mensen ons nu zorgen maken? Want wij passen misschien wel twee keer in een bruinvis. In een bruinvis? Dan moet je je best doen. In een zeehond. Nee, maar kijk, ze vallen bruinvissen aan. En zegt Sander, ja, wij zijn kleiner dan een bruinvis, toch? Dus zijn wij dan ook gevaarlijk? Nee, wij zijn een stuk groter dan een bruinvis. Oh. Een bruinvis weegt een kilootje of 30. Maar 1,80 meter lees ik hier. Ja, de hele, hele grote oude bruinvissen die halen net de 1,80 meter. En dan wegen ze misschien 60, 70 kilo. Dat is nog steeds een klein Koen of Sandersje. Ja, precies. Maar moeten wij ons zorgen maken als mens? Nou, ze hebben nog niet serieus mensen gebeten. Dat wil niet zeggen dat je er al te lichtzinnig mee om moet gaan. Ik zou er niet op afzwemmen, provoceren, vervelend doen. Proberen te aaien, dat soort dingen. Er zijn nog geen verschrikkelijke incidenten geweest, gelukkig. Nee, maar kan het gebeuren? Het kan gebeuren. Kijk, als je van vis kunt overstappen naar het eten van bruinvis, een zoogdier, dan is een volgende stap in principe natuurlijk ook mogelijk naar het eten van een volgend zoogdier, namelijk een zwemmende mens. Ik zie foto's. Je kan constateren dat er van de bruinvis weinig bruin en vis meer over is. Nou ja, zo'n bruinvis overleeft zo'n aanval niet. Nee. Die wordt bij zijn zijkant of bij zijn staart of in zijn keel gegrepen. En er wordt een groot stuk afgerukt met veel geweld. Een zeehond waar het om gaat, die is 10 keer zo zwaar als zo'n bruinvis. Dus ja, die is gewoon aan alle kanten de baas. Ja. Ja. En hij heeft een gebit van een ijsbeer ongeveer. Dus ja, die wint dat. En de bruinvis is gewoon prooi. En zoals dat gaat bij prooien, die overleven dat niet. Maar waarom doen we de zeehonden dat? Nou, die vinden het waarschijnlijk lekker. Die hebben dus op de een of andere manier een nieuw kunstje geleerd om, om bruinvissen te eten. En dat bevalt ze zo goed dat ze het gewoon blijven doen. Maar mijn conclusie was, er zijn te weinig vissen of ze hebben te weinig aan vissen. Nee, en zijn overgestapt op. Maar dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Het aantal zeehonden neemt elk jaar met 15% toe. Dus dat zit geweldig in de lift. Dat wijst helemaal niet op voedselschaarste. Die doen het prima, die beesten. Ja. Maar ze snacken bij. Ja. Is dit een zorgwekkende ontwikkeling of valt het eigenlijk wel mee? Ja, het hangt een beetje van je perspectief af. Als je bruinvis bent en je wilt hier rondzwemmen, is dat een redelijk zorgwekkende ontwikkeling natuurlijk. Nou, wij zijn geen bruinvissen gelukkig. Maar, nee. Van de zomer, Koen en ik gaan samen naar het strand. We leggen een lekker pleetje neer, parasolletje, we drinken een coronaatje. Koen drinkt een lekker rummetje. En ik zeg na 4 rummetjes, ik ga zwemmen. Ja, moet ik hem dan extra in de gaten houden? Of komt hij met zijn darmen uit zijn lichaam naar buiten gelopen? Nou ja, ik hoop het niet. De bruinvissen die gepakt worden zijn wel de allerdikste, allervetste bruinvissen. Dus kijk elkaar aan. De magerste heeft de meeste kans, zou ik zeggen. Om het te overleven. Dus mag Koen een pootje banen. Dankjewel Martik voor de informatie. Wij weten voldoende. Graag gedaan. Kijk naar uit. Hoi. Oké, dag. De Koen en Sander Show. De Koen en Sander Show.